Het is weer tijd voor kerst en dat betekent... kerstbomen en versieringen. Maar de feestdagen zijn niet voor iedereen even makkelijk. Daarom vroegen we aan jullie, wie gun jij nou een kerstboom? We kregen een hele mooie mail van Wendy, die al een maand in het ziekenhuis ligt en daarom een kerstboom gunt aan haar kinderen. Zullen we gaan? Zeker! Op naar Wendy. Die ligt hier in het Leander ziekenhuis en die heeft een boodschap voor haar kinderen. Hi Wendy! Dag! Hi! Goed je te zien. Hoe voel je je? Om even daarmee te beginnen. Ja, vandaag wel een goede dag. Want hoe lang lig je hier al in het ziekenhuis in Amersfoort? Morgen 4 weken. Was even anders dan gepland. Ik ging voor 2 dagen, maar door complicaties lig ik hier helaas al lang. Jij hebt 2 hele lieve kinderen, schreef je. Die zijn nu alleen thuis. Ja, 18 en 21 en krijg je ineens een huishouden te runnen. Ik gun ze gewoon toch een lichtpuntje. Maar het is wel leuk als we dan even iets opnemen. Ja. Lieve Rosa en Thomas, mama mist jullie heel erg. Ik ben super trots op jullie. Dikke kus van mama. Ja. Halterwijk Beduursteden. Yes. Hallo, we hebben hier een bijzondere levering. Ja, verrassing. Wij zijn hier met een boom voor jou. Mogen we binnenkomen? Ja, zeker. Kom maar binnen. Oma is er ook. Oma is er ook. Nou, hier zijn we. We komen het hier een beetje gezellig maken. Dat hebben ze echt verdiend. Even iets de tv een beetje naar links. En dan daar. Prima, gaan we dat doen. Gezonde boom. Ja? Daar hadden ze verdriet van. Oh, echt? Ja. Ze hebben al zoveel moeten missen. Nou. De Sint-cadeautjes staan er nog. Ja, ik zag ze al gewoon ja. Bij de haard staan. Sinterklaas is bij jullie nog niet weg. Nee. Nou, mooi hoor. Al was het dit. Als er maar een kerstboom is. Voor we verder gaan, ja? Hebben we eigenlijk nog een verrassing voor je. Er is iemand die graag iets tegen jou wil zeggen. Ik gun jullie een mooi lichtpuntje, een mooie verrassing. En ik hoop snel weer bij jullie te zijn. Oh, zo lief. Maar nou. Ik mis mama ook gewoon heel erg. Ja. Jij en je broer doen het dus wel gewoon even met z'n tweeën hier nu. Ja, en oma helpt en iedereen. Je had het enorm verdiend, zei je moeder. Ze was zo enorm trots op jullie, hoe jullie het doen met z'n tweetjes. Nou, gaan we maar even verder met de ballen, of niet? 1, 2. Wow. Heel blij. Ja. RTV en jullie als oma. Ah. Top. En ik wens jullie hele mooie dagen. Ik wens jullie ook het allerbeste, want ik zie dat het wel zware weken zijn geweest. Zeker. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan.